Goedemorgen luisteraars, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Koffiepraat, de donderdag aflevering. Dat doen we vandaag en het zal een beetje lijken op een herhaling van de aflevering die we dinsdag gehad hebben. Omdat we wederom de gasten, zoals we hadden aangekondigd, van dinsdag nu voor een vol uur de studio ingehaald hebben. Vandaag hebben we wederom op bezoek mevrouw Emmy Hart en Regilio Harjo Paviro. Van stichting RUMAS, met u zullen praten over de activiteiten van RUMAS in verband met Vaderdag, maar ook over het thema of de onderwerpen die met de vaders behandeld zullen worden. Het was een beetje kort dinsdag, dit is maar met Tambel, maar meneer Groenewoud had natuurlijk ook andere afspraken, dus het uurtje is toen verdeeld. En vandaag besteden we dus het vol uur aan de activiteit die dus op 18 juni wordt gehouden in verband met Vaderdag. Mevrouw Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ook meneer Harjo Paviro, goedemorgen. Goedemorgen. Assanego. Ja. Ons was gisteravond al hier, no? Inderdaad, ja. Ja, in Apache Radio. Ja, Apache Radio. Bij meneer... Zwedo. Zwedo. Klopt. Dus Assanego. Ik heb ook gezegd Milafu. Oké. Nou, voor we gaan naar de onderwerpen, even goed om te fietsen langs wat van de koppen. En natuurlijk, als Awansansa, ik hoor heel grondtapu bezig, want anders is er maar Wang. Nou, olieprijs. De prijs van ongeloofde benzine is omhoog gegaan per 00 uur met 2 SRD 5 cent. En er moet nu dus 24 SRD 76 worden neergeteld voor een liter. Dat want ik heb jouw barkina voor liter noemen. De dieselprijs blijft ongewijzigd op SRD 1987. Volgens mij moest ik gewoon diesel wagi Carlos. Dit meldt het ministerie van Financiën en Planning. De subsidie per liter bedraagt 6 SRD 58 cent. Dus in principe, als je subsidie bij Poeroe, dan naar 30 golubo per liter. Of althans, voor diesel is het 6 SRD en voor gasoline 2 SRD, dat zou het ietsje hoger zijn. De internationale olieprijs is de afgelopen maand wederom sterk gestegen. De Maekletsanga-oorlog noemen Rusland-Oekraïne, de voortdurende oorlog, is de hoofdoorzaak. En als deze prijsstijging volledig zou worden doorbelast, dan zouden de prijzen zonder die government take respectievelijk moeten bedragen 26 SRD 45 per liter voor diesel en 26 SRD 81 per liter unleaded. Met de subsidies wil de overheid burgers en het bedrijfsleven beschermen tegen de turbulentie op de internationale oliemarkt. En op termijn zullen de subsidies worden afgebouwd en worden vervangen door een systeem van subject-subsidies. Het systeem van electronic cash transfers is momenteel in ontwikkeling en zal op korte termijn worden gelanceerd, zegt het ministerie. Nou, ik las ook dat op Aruba de olieprijs kreeg al een recordhoogte per liter. En zo heb je nog wat meer landen, Pedemai kreeg vaarlijk. En natuurlijk verschilt elke situatie, elk land. Maar dat die oorlog in Oekraïne en Rusland zijn weerslag heeft op de wereld, manifesteert zich nu steeds meer en meer. We hebben ook nog minder nieuws voor onze Nacho aan de Maastranden. Het gecharterde vliegtuig van het Surinaamse voetbalelftal is gisteren niet verder gekomen dan Cancun op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Daar zou op weg naar Torreón in Noord-Mexico een tussenstop worden gemaakt om brandstof te tanken. Komend weekend speelt Suriname op zaterdag aanstaande de volgende interland in de Nations League tegen Mexico. De selectie vloog door vanuit Kingston, waar gisteren of eergisteren met 3-1 werd verloren van Jamaica. En bij aankomst in Cancun om 14:30 moesten de inzittenden, dat waren dus de selectie, technische staf, pers en supporters, aanvankelijk aan boord blijven. Daarna bleek het een buitenlandse vlucht volgens de Mexicaanse autoriteiten op de airport eerst door de migratie moest voor de reis als binnenlandse vlucht kon worden voortgezet. Dus dat stond jou een heer op onthoud, waarbij er dus ook een airline fee betaald moest worden aan de luchthaven waar de immigratie plaatsvond. Hopelijk komen onze jongens niet te vermoeid aan op plaats van bestemming, want zat er als hij kon. Wabi pleit tegen Mexico en Aibaya. Dus ik heb slapeloze nachten vanaf eergisteren. Meneer Lucas Hani. Maar ik hoop dat horizontaal aan Mexico. We moeten ons geen illusies gaan maken. Mexico nog een konderen zijn plei weka. Voervoeren. De maar plei aan konderen ik brasjong op tap en top karkong. En het is geen excuus, maar het is wel de realiteit. Maar deze meetmomenten zijn nodig. Ja, wie kies van soms fossie door op een door. Chinboy, ik kies van ook toe. Ik denk dat ik die bos doen. Ja, ik kan niet van je ook toe, want ik was geen lievertje. Maar TM ik bepaalde fasen mee in alibi en ook toe in sportontwikkeling. Zal je moet, als je weer de top wil horen, zal je moeten meten bij de top. En Mexico is nou eenmaal het beste land in de regio. Al jaren, de mij beter lange, oké, Amerika, Fusumana, het beste konden in een regio. Maar Noa Tendoro, Suriname maakt stappen.
Ja, nou door, a periode bakapé. Maar ik hoorde in Mexico, met die van door week trouwens. Hoe na kun je staan, ik kon er niet zien. En ik wil ook een week de afgelopen jaren. Want ik kon er iets van 5-0, 4-0, 6-0. Maar tjimtje met de juiste aanpak, dat je van de score komt erop, tjim, komt erop, tjim. Te uiteindelijk de dorp en de dorp. Dus laten we vol goede moed zaterdag tegemoet gaan. Maar Kodo Meko schreef nog een illusie. Kodo geniet vooral, trouwens, aan die turnplay, dat denk ik, Trahari, Mexico, Kastranan. Denk aan Tori. Mexico komt play in Sarnan en Sarnan. Wat heb ik dat mee? Dus dat ook toe naar een pissie voor ontwikkeling zijn gebeurd. Dus laten we het omarmen. Meer is mijn baria, takja, de mam, yagi, menso, goli, no boom. De beste stuurlui, is altijd aan wel. Als dat nou een proces volgt in Mickey. Maar laten we toch wel positief, kritisch, opbouwend kijken naar zaken. En kunnen we beginnen kar zijn links en rechts. Want dat gaat ons ook niet goed doen. We moeten oplossingsgericht denken. En daar moeten we ons zeker voor beijveren. Niet waar, Gilio? Je loopt voetbal ook toe? Helemaal. Mooi. Ja, toch? Dus koolukoe, ja, dat zou gebeuren. Koolukoe. Maar feit is, ongeniet van het moment. Toch, mevrouw Hart? Ik vind, ja, ik geniet. Ik ben ook kapleilaas. Ja. Eigenlijk, ik ben erger dan ergens aan de ene kant. Maar je praktiseert dat, oké. Okay. Dat is al in de game. Ik supporter je erger niet. Want die was je moro moos aan je. Mis Donjana, mevrouw Hart, weet je wat een marteling het voor me is? We don't want play life. Dat is er lang in, laat zien maar mijn charas aan zo enthousiasme. We don't want to play life. Hoe staat er als ik kom? Maar before, ik zal wat moeten doen om op de enthousiasme te blijven. Want ik kan loven bar goal, maar dan had er allemaal uit. En nee, schmidt die. Hij maakt goal laat hij, want hij had het play. A goal dat goal laat hij, maar het was... Ja, ja. We hebben iets om te doen om te ontbreken weer voetballen. Het is alvast een feit dat we weer kunnen voetballen. Is toch wel plezierig. Alleen je denkt, ja, Oru Tente, Robin Hood, Transvaal, Ben Play, ja. Gado. Maar daarom is dat naar het programma Oru Balman Tori ook toe. Ja. Maar ik kon de Maggie Den Tori nostalgie. Ay, mooi. Ja, hoor. Ik mis ook Adrie Kamper van het stadion. Ja. Het was een mooie tijd. Goeie tijden. Ik heb gelukkig met mijn kamer als de mijn amigo stadion daar. Ik heb een mooi standplaats. Ja, standplaats vinden, ja. Also, je snapt maar je snapt. Want je was jouw play, van Robin Hood, Transvaal, voor wat. Ik zei dat hij dan maar pijn, aan Monifaat Termina. Ook toe, man, vrouw. Dit is Noord. Maar waar kom ik aan bij Spa ook toe? Aan bij Spa, ja, bij Spa. Ook toe, stap op bij Spa, alle weekend. Ja. Mooie tijd. Het waren mooie tijden, man. Mooie tijden. Alleen zijn het, je pakt je auto kong. Ik ben play basket, maar ik ben basketbalster geweest. Tego in de hal, als een voer dat ik in de baie karta vat ook voetbal, hè. Ik vind de baie karta vat ervoor, ik ga in zee. Hoe hard ben je play basket? Ik ben nationaal volleybal en basket. Nationaal Suriname? Ja, en volleybal. Nou, top. Ik heb voor de Arend gespeeld, Yellowbirds en Avanti. Jeretori? Ja, ik ben eigenlijk ben ik sportvrouw en bij actie Gado. Voor jeepcheetjes erna door middel van sport. Weet mensen niet weten. Ja. Ik heb een internationaal is een medaille van het Internationaal Olympisch Comité. Heb ik thuis. Is de enige vrouwelijk. Ik denk dat ik de enige in Suriname ben die het heeft, omdat ik sport deed in Suriname. Ik was trainer. Ja. Ik was trainer en coach van de schoolteams. Veelzijdige vrouw, mevrouw Hartman. Kan het niet best op die zien? Je weet het niet, ik weet het niet. De big one had de boys mee gepleegd naar Sousas. De andere man voor technische school. Je weet dat, de man bezig de hun staan, mooi de Japanese. Je weet het, die zo uniek maar. Je weet het, maar inosa coach. De man dat is maar naar koos, naar vrouw, naar pe. Dat is maar, ik begin vrede, maar de man ligt naar een dorp vakbondsleider. Je weet het, en mijn moeite katoriaar, en ik dacht, maar wat vind je? Want ik was op bos voor school, leiding. Ik kwam aan de boys met mijn coach, dat zei alleen meer long. Mijn beetje! Nee, maar ik dacht dat altijd Gado Bokan me via sport voor kindjes erna. Maar dat niet goed, ik ga onderwijs toe. Ik deed maar pot, me wat doen sport, me wat je pap beleid. De man dat kwam van Noord op Boskoren, de man pot directeur Marino Ferris. Maar ik heb nationaal gespeeld basket en volleybal. En het was allemaal met Ismee van Wilgen. Ja, oké. Ja, misschien mezelf in Venezuela. Ja. Natuurlijk Ismee van Wilgen, ja. Maar je hebt ook in het buitenland, interlands gespeeld en zo. Dat zeg ik toch ook door, misschien mezelf in Venezuela, Trinidad, Frans, Guyana. Ongawa, en eerlijk gezegd. Ja, maar dat mevrouw flexie, maar ik denk dat na sport heb ik niet flexie. Sport u nog?
Je beweegt op je zitten? Af en toe, ik ben wakker op meneer de president, ik kon zo'n zon. Dat is zo'n demanting. Dat is zo'n demanting. Maar nu, ik kon zien dat ik mijn gwa zwemmen. Want ik ben op 70, dus mijn gwa zwemmen. Zien ze wel, hoe gaat dit afvoeren? Ja, over een paar maanden. Sorry, ja, hoe gaat het er zo goed uit? Mooi. Naar sporten, onder andere werkelijkheden. Ik heb transporten. Ik heb heel New Amsterdam, heb ik die kinderen. Elke zaterdag, wie ben ik Milo, no? Nee, ik vond het leuk. Heb ik die kinderen leren basketballen, volleyballen, we gingen naar toernooien. Leiden en zo met Jadim Chingo. Ik heb, wat sport betreft, heb ik heel veel gedaan. Vandaar dat ik ook een sportmedaille thuis heb van het Internationaal Olympisch Comité. Mooi Tori, mooi Tori. We gaan een apart programma hier aan wijden. Want we moeten prikkelen, want wat er gebeurt, mevrouw Hart, en kan ook aan doen zo'n programma ook toe. Er treedt vergrijzing op, en Sani Kosani. Atro. Jonge dames, nee hoor, sportmoro, naar het die TikTok en social media. Maar wie is het om ze te inspireren? Er is geen inspirator. We doen zo'n gesprek. En dan mevrouw Hart kan triggerding. Ja, want dat is wat mijn mis. Dat is schoolsport. Bij veel sport heb je dat. En hoe is het dat middelbare school begint? Ik heb gehoord dat er een dame daar is opgestaan. Mm-hmm. Weet je hoe leuk het was? Dat je een scholencompetitie had. Dat ben ik begin. We beginnen aan mijn 13e jaar. Daar zijn de meeste talenten gescout ook. Ja man. Ik vond het leuk om als trainer. Ik was ooit in mijn leven, het mooiste moment wat ik in mijn leven heb gekend, was Dimi organiseerlijk directrice. Was sporttoernooi van heel Noord, alle scholen in Noord. Ik zie die dag tot vandaag. Dan was ik voetbaltrainer, volleybaltrainer, slagbaltrainer. De organiseren Asani, alleen score. Asani voerde dat in Tjebari. Maar dat ik denk aan het moment waarop je gemotiveerd was. Zo'n motivatie, die kinderen waren, gingen uit hun dak. Ja, die schoolsporten. Nou, schoolsport was goed, man. Maar dan had je de scholen tegen elkaar kabelen, maar ook toch was van Reptje met beleven. En inderdaad, je hebt daaruit heel wat talent gehad op verschillende sporten die zo ontdekt zijn. Ja. Dus willen we gaan naar het next level, moeten we ook weer daaraan gaan denken. Ik denk dat je toch wel tijd kan besteden daaraan, want het was toen Suriname. Ja. En die kinderen waren blij, play. Dus dat er een man is dat je scoren play. Als je nou supporter bent of speler, dan komt Mati op opba. We zijn bij een voetbalteam, we zijn bij een voetbalteam, dan bij een voetbalteam. Jongens, wat Vlinders die niet bij. Dat ik aan jou play meteen. Het was een hele leuke tijd. Mooi. Mevrouw Hart, vertelt u, was eergisteren hier, we zijn nu 2 dagen verder. Ja. Hoe schiet het op met de organisatie van de activiteit in verband met 18 juni? Qua organisatie zitten we goed. Is dat de Ruma zij organiseert? We hebben een heel team, een brainstorming team. En we zitten al een maand zijn we bezig. Trama allemaal aan de taak. Trama gaat de dorp naar de kapitein. Dat aan een man is gewoon naar meneer Vroom. A trama is het aan Nyantori. A trama is het dat ze. Dus we hebben teams die uittrekken. En los van het team zijn uittrekken. Dat we een team. We zitten wat te banjeren, wat scoren, wat te maken, wat te banjeren. Amoni dat we nabijten, maar we zetten banje, we zoeken donatie, dat is het grootste. Ik vind dat eindelijk, ik moet op 70 jaar en meer ook 13 jaar is er na. De man pot met op alles voor veel money. Hier deed we biggie money. En zoals mij voor gafie, man, nee, heb niet aan Jimmy, nee, heb niet salaris, nee, pensioen. Maar je bega money, want je want doe een sani, en je zegt dat je tegen doe een sani. En dat is onze, een bottleneck nu, dat amoni voor organiseren van Sani Uno Abi. Ja. Dus je moet terug, daarom zitten we eigenlijk hier. Meteen dat we allemaal gelukkig zijn, we gaan naar een radiostation, we gaan met elkaar reclame, we gaan met Juna Moni, hoe klein dan ook. En we hebben money van nodig, want we hebben money, maar we gaan je zien dat je verval in Saka. Maar als je kan die man wat training, want eigenlijk een programma na 3 moet trainen die man. En we hebben 3 thema's, je zei even, ik heb ze hier. Het eerste thema zou we behandelen na tik verantwoord toe. Nog maar kriki, maar in roko. En meneer Vroom, o tika sandat die in rekening. Dan mevrouw Becker naar mij. Je weet dat ik trainer ben. Ja, ja. Oké, okay. We tekenen als u die voor communicatie. Nanga verantwoord toe. Het Thai lobby. Dat is onbehandeld. En een derde groep naar meneer Marino Starke, naar Paul Brandon, die ons samengesteld gezin, Peyukis Wamti, Chawan Trafro Kong, Afroa Wantup Ching, Migara, die ze komen er niet uit. En Unkarino, Fusetti,
Voor zet je een nieuwe familie, een nieuw gezin. Je moet strangen, ja. Meteen, even naar strangen, je nog maar zitten. Omdat dat is ingewikkeld. Hoe bent u op deze drie thema's gekomen? Meneer, dat kan u brainstormen, maar zou ik ook kiezen die drie thema's die speciaal toe? Gili wat tegen, want gili gwaad en dorpo. Doe ik gwaad en dorpo. Natuurlijk gaan we niet. Toen we gaan eens er aan, doen we ons aan, omdat we ons doen we ons aan niet. We brainstormen eerst met de mensen die, hoe zeg je het, de doelgroep. De doelgroep, ja. Dus Angadema zou worden bezig. En voordat begotten kan die Edema, die dorpshoofden, de kapitein en de basjas. En toen gaven ze aan van de verantwoord van Nuru. Zij gaven zelf aan dat verantwoordelijkheid is heel belangrijk binnen het gezin. En dat willen we graag behandeld zien hebben. En een ander ding ook, opvoeding. Afas van mijn om Angamib Ching. En gisteren sprak ik een ander collega over samengestelde gezinnen. Familie kan go om, lekker maar stief van de chief mijn vrouw. En ook toe in een gezin dat even met een trapje naar een vrouw dat hij. Hoe ga ik dan met al deze kinderen om? Dus dat nam af de onderwerp ook toe. Wat is het andere? Dat is voor mij communicatie en verantwoordelijkheid binnen een gezin. Ja, en een communicatie. En soms kunnen de mannen niet goed communiceren met de vrouw en ook nog met de kinderen. En communicatie is heel belangrijk wat dat betreft. En ik voor Sabi, vrouwen kunnen heel hallo, lastig zijn in het praten. Lastig nou, saf woord soms. Soms. De terroriseren okay. Man soms. Oké, okay, kom op, ik ga pas zien. De vrouw is geboren om zo te zijn, om zo te praten. Meneer Sabir, ze hebben van vrouw geboren straks, maar ga door. Ja, dus met andere woorden, mijn vrouw, normaal horen we voor. En mijn vrouw altijd dacht ik. Otak bakken altijd. En als man, als je niet geleerd hebt om te leven met de vrouw, om te communiceren met de vrouw, zal dat wel een issue voor je zijn. Maar soms zijn moeilijk. Want soms je praktijk dat je negeert. Oh, je negeert me. Oh, dat is oké. Dat is aan hem. Dus soms zie je niet. Soms zeg je, je negeert aan een boom. Je dacht gewoon aan oh, dat zeg je me. Even die man toe heeft misreven. Die trouw pas de eerste 2 jaar was het de hel voor mij. Want die groep kon, mijn groep kan gaan wappa. Nooit een paar leren van mijn oma gaan vrouw. Ik had dat niet geleerd. Mijn beste van mijn oma gaan vrouw. Ik had wel een vriendin. Ik zat dat, die oma vriendin was het raas aan bakken. Nou, altijd je doet zo'n ding en je zit er niet eenmaal 24 uur. Precies, in het samen. Ja toch, en dan, nou die mannen begitten in wat also nou utro, en wat alles aan kwaadoor, snap je, dus, die mevrouw, ta vrouw begit tak wano sot sani, begit weer met de, en dan ben je tak boy, dan ga vrouw dus me kotro, dan ga vrouw dus me ta me heerli bilanga, snap je, dan dacht ik bij mezelf van boy. Ik heb iemand nodig die mij hierin moet counselen. Mm-hmm. En Rumas is er en ik heb een mentor, mijn geestelijke vader en Amat. Coach me. Heeft me geholpen hierin, zodat ik een beter man voor mijn vrouw kan zijn. En ook een beter vader voor mijn kind. Komt het vaak voor dat mensen ook wel hulp nodig hebben als het gaat om samengestelde gezinnen? De vrouw heeft misschien 1 of 2 voor kinderen. De man heeft geen of 1 of 2. Voel ik dat trouwens echte eenheid, mevrouw Hart, mijn gezin? Ja, het komt vaak voor. Dus wij werken met jonge mannen tot 25 jaar. Maar als een man problemen heeft en hij belt, dan hebben we hebben 2 speciale coaches bij Rumas voor mannen. Dat is meneer Lucien Vroom en Patrick Botsen. Daarmee 4 jaar geweest, amat dat ik mevrouw had die meer om mijn loon, vrouw wil om die ching en zo. En dan vraag ik deze heer om deze mannen te coachen. En ze coachen niet alleen, ze nemen daarna die vrouwen. En dan ga je kijken, hoe ga je dat ding matchen? Meestal begrijpt men niet, elkaar niet, maar dat heeft allemaal met waarde te maken. Wil ik man konanga je waarde voor je ofzo? Een vrouw konanga je waarde. En waarde is wat jij belangrijk vindt. Zijn jullie belangrijk? Zijn jullie vind ik oma's maar belangrijk? En mannen vinden belangrijk. En dat is een, in zoek aan moeders, voor kan niet in een makandra, voor ta in een gezin. En het is niet makkelijk, want die koot ik aan vrouw vind niet dat ik me bij afwang maar echt per wel eens zien. Een man dat ik me vrouw hart, me nou wanneer vrouw, nee. Die komen die bij mijn tamakander, maar die bij alle die trobi.
Dan ik zeg meneer, maar zijn u vindt belangrijk? Dat nou wordt hem taka, wordt belangrijk, dat is waarde. Wat vindt u belangrijk in uw relatie? Maar dan die opvoeding van mijn kind. Maar look, man, dat is niet wat ik zei, dat was aan de boeien naar opvoeding. Wat blijkt dat die dame op les zat smiddag? Zei, alle bakken na, man, te roken, bakken na, roken, opvoeding, wat? Oké, joh, teken als op je sribi. En die man werkt misschien tot 3 uur hier, bakken na, dan had je lolong. En ziet ook aan opvoeding zijn, dus... Toen en heb ik hem verder gevraagd, hoe gaat het en zo. Sommige mannen geven aan dat ze netheid als waarde erkennen. En jongens, stel je voor meneer Ene, dat ik me woon heen, maar ze altijd netjes, ik ben potjes soedap en alles. Dat moet wel voor onze broeder door, zo er dat die tafra nooit nog kring. Van je oliebangen zoals maar, omdat het verschillende was. Voor haar is netheid niet belangrijk. Voor haar is iets anders belangrijk, dat je eerlijk bent en dat je het vertrouwen. Dus het is niet makkelijk om te matchen met een man of met je vrouw. If you know look your waarden, in herformuleer je waarden. Dat wil zeggen, je moet samen gaan zitten en die vraag stellen. Vrouwtje, wat vind je belangrijk in onze relatie? En dan die view, onze. En dan ga je die waarden herformuleren. En dan kan je komen op wat Gilly zei. Hij heeft 2 jaren gekregen. 2 jaren als struggle. Mm-hmm. Wat aan een man vindt. En naar Gilly doet. Alles maar abing. Dat in een man vindt maar kandra. En het is eigenlijk. Ik vind een man doen schrijf. Je hebt zo'n counselor voor je piem. Ja. Zijn er een biggie probleem, mevrouw Hartman, naar Gilly? En dan zijn manningen in kampen. Is het zo dat er een andere perceptie is wereldwijd trouwens op de man? De man is er om te providen. En je hebt soms dat mensen er bijna van uitgaan dat die man heeft geen aandacht of liefde nodig of whatever. Mannen moeten hard zijn, mannen moeten macho zijn. Treft u dat ook in het werk? Dat men er zo van uitgaat van maar als je wil ook een vaderdag en een moederdag. Dat is een boom biggie verschil qua exposure en aandacht. Ik moet zeggen dat Gilly kan biggie, maar mijn biggie, want je dat wel laatste sans dat trigger me. If you find it like exposure, not that the man, radio station, noise money, expose a father, dan ligt het aan de mannen zelf. Jullie overal zijn er bij mannen, bij de radio, bij de krant, bij de zo. Oh, nu moest ik je op dat dit jaar is hoe zij komt. Moest ik gewoon toe man voor takkie. Vroeg aan de vrouw, at jouw bron? Nee, de vrouw at je nou bron, de vrouw brengt die. Ze zoeken weer aandacht, kijk. Zie je? Huh? Nee, is niet waar. Rumas is al 10 jaar bezig met mannen. We zijn begonnen bij Lucky Store, daar bij Dojo. We beginnen gewoon naar straat, we gaan naar de man. Make flyer, alasad, we make it. Kan me dat nog zorg de man, je bent ook belangrijk. En temella van de vrouw, want we geven veel vrouwen trainingen. Men hoor nou man, amana kai man, amana dizzy. Me tak mevrouw, if you lose it, is about mijn vrouw naar straat in Loren. De grabeer, you know, abi de stanner stuk. Wat kan je maar met die schuiti? Sapi? Jullie go ook weer. Jullie maar kan je maar met die schuiti, ja. Jullie afvraag. Nou, inderdaad. Het is wat wij als jongens hebben geleerd van huis uit. Dat jullie boy in de machtkri, in de. Je moet altijd stoer zijn en ook binnen je vriendenkring. Die vriendje, even allemaal taboe, natuurlijk, maar vriendje. Snap je? Dus if we maar baksen even, moet je terug kunnen vechten. Dat heb je als jonge man geleerd. En dat heeft dan ook te maken met wanneer je dan met de vrouw gaat leven. Als je dat niet leert om met de vrouw te leven, dat is hem. Sansa, je leert vanaf jongs af, ga je dan, hoe zeg je het, weer toepassen. Mm-hmm. Snap je? Dus als man heb je dan voorbeeldfiguren nodig. Heel goede voorbeeldfiguren waar je op kan kijken en zeggen van net als die man zou ik willen leven. Kom je dan op het punt van communicatie uiteindelijk? Praten mannen te weinig? Ik durf dat wel te zeggen. Ik ben die punt die man pas heb ik een broeder daar leren kennen en ik had die man zo bewonderd af en toe met Elibangje vrouw. Ze zijn boven de 40, bijna boven de 50. En dan vast hadden we jullie bang aan de serie. Nog steeds verliefd. Gewoon, meteen allemaal Osama tak, papi, kan ik eten voor je scheppen? Dan ben je tak, boy, dan zou je tak aan geen vrouw. En ik zou dat niet doen, als jongeman. Snap je?
ik zou je van mijn vrouw verwachten van schatje, kan ik eten voor je schappen, maar ik als man mevrouw zoiets vragen. En toen zei van, als deze man wil ik leven. En dat heeft mij dan wel 2 jaar gekost om dat te kunnen doen. Vandaag de dag zei ik gewoon aan mijn vrouw van, schatje lief, wat wil je vandaag eten? Moet ik koken of moet ik eten gaan halen? Dus met andere woorden, je moet goede voorbeeldfiguren op nakijken. Ja. Nog altijd de koffiepraat. We doen hem op Radio SRS Suriname te volgen op 96.3 FM. En ook www.radiosrs.sr. We praten met mevrouw Emmy Hart en meneer Regilio Harjo Paviro. We takken van de pa naar de man. En wat we natuurlijk anders willen zien, moeten zien en moeten gaan doen samen. Want anno, ons man noemen of wat één keer noemen, om Jara Change. Je mag ook participeren bij 494-0 het nummer. Of appen mag ook naar 83-9109. Den dorpo sa ubasuk, fa ubu kontak den dorpo dati? We hebben een broeder in de bij Rumas en hij maakt altijd amai vet gede in hem ze bradafi. Altijd. Wanneer Rumas voedselpakketten geeft aan de Sosa Schwakker hier in Paramaribo, dan maakt hij contact met een paar pakketten Paramaribo. Denk ook aan mensen daar in het Sanderij, achter Sanderij. En zodoende hebben we dan gezegd van, altijd hebben we dingen gedaan voor de mensen van Paramaribo. Laten we dit keer uittrekken naar Sanderij. Dan liggen er dorpen daar zo. En we zijn gekomen op Mata, Witsanti, Kabenda Dorp, Hollandse Kamp. Redidoti, Powakamp. Redidoti en Powak is erbij gekomen. En dat ze hebben gehoord dat moederdag in elkaar damati. En toen hebben we besloten van, oké, we nemen ze ook mee. En dan hebben we de plantages ook daarbij. Bresaba, vier kinderen en Republiek. Ja. Het is... Oh, Lucas aan zo, dat komt Abibchin kleur, ik de inheemse nou, ik de plantages. En zij hebben vaker aangeklopt. Mata heeft vaker gevraagd met Santi. Zij hebben problemen met de jeugd daar. Ik wil kan Kojipi, maar dan kan je nog een dorp Kojip zomaar. Dus wij hebben nu afspraken, gisteren hoorde ik meneer Zweden ook zeggen. Kou doe een jongerenprogramma, voor Kojip ding, de jongwang. Omdat de jongwang is een voorbeeld voor de ouderwang. En dat is nou het probleem. Je zal eerst moeten werken aan die ouderen. Wil je verandering brengen bij die jongeren? Want die jongeren kijken op. Dus if you know one make them boys smoke marijuana of drugs, dat de ouderen moeten look on fussy, van dat je een change kon vestigen. Want je mag domme dingen moet je niet voor je kinderen doen. Ze zien het. Mm-hmm. En ze gaan dragen. Mm-hmm. Ik weet niet wat je begrijpt als dragen is. If you know you from a fitty, zorg goed dat no fitty pen heb kinde. Mi weet wel lastig geval is dat van trash dit op radio. Want boy zoet was die vader of zo. Maar dat komt omdat je zou zeggen vechten voor het kind. En het kind gaat partij kiezen voor zijn moeder. Dus, a dat je nooit nog met trubi fissi, joep pananga, joep ching. En wij zeiden, ik heb iets gehoord, doe het in de slaapkamer, maar ook niet in de slaapkamer. Waarom? Als er in de camera met die mooi zijn is Tori. Dus je kan gewoon met trobi in als er in de camera. Voor jou zou dat je een team Tori daarbij. Dus ga straat, ga, wat kan pas ik doen om met je dat per je neemt. Maar nou zo. De telefoon is rood groeien. Laten we kijken naar de telefoon, Carlos. Goedemorgen, met wie spreken wij? Hallo. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Ik spreek met Rita. Rita, je hebt een vraagje of een insteek. Hallo Rita. Emmy. Wat zeg je? We horen je slecht, Rita. Rita? Ja. We horen je slecht, wat zei je? Ik zeg dag mama Emmy. Oh, dag mama Emmy, mevrouw Hart. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Wat is uw vraag? Dat ik ben 100% met u eens. We horen u niet zo goed hoor. Oké, ik ben vanuit een district. U bent vanuit een district? Oh. Ja. Maar u zei, er zijn nog steeds vrouwen die? Er zijn nog steeds vrouwen. Die mannen afranselen. En eigenlijk zegt de Bijbel, de man is het woord van het gezin, maar vrouwen willen het woord van het gezin zijn. De goede niet nagesloten, dus ik ben het 100% met u eens dat de kinderen zien
Dank u wel. Dank je wel, Rita. Blijf luisteren. Amen, dank u wel. Dank je wel, Rita. Blijf luisteren, fijne ochtend. Mevrouw Hart, je kan naar de situatie dus toe. Vrouw, voor mij, hè? Je redt ook wat twee voor haar. Ik kijk naar die vrouw, ik zeg, boy. Vader, dan moet je wel een suffertasman hebben. Nou, ik had ook een buurman en een buurvrouw. Dat ik zie met de beta. Die man wordt elke dag afgetakeld door die vrouw. Die man mag niet eens op straat. En? Dus ik dacht bij mezelf, boy, ik zou niet als hem willen zitten. Ik wil gewoon even van meer. Maar dan moet je kijken wat de diepere achtergrond is. Het kan zijn systemisch. Ik weet niet of jullie weten wat systemisch is. Systemisch is voorouderlijke binding. De meeste dingen die gebeuren met mannen of vrouwen zijn al gebeurd. Onthoud. Ik ben trainer geweest jarenlang in dit ding. Ik heb vele studies gevolgd. En systemisch wil zeggen, if je ziet dat no-no, wat man is voor mijn vrouw of wat vrouw is voor mijn man, doet er niet toe. Dan moet je gaan kijken, waar is het begonnen? En als je nagaat, ga je zien, het is in het vorige geslacht begonnen. Ima kan de benaki pa of ipa benaki ma da yaba pechta ka yefi kote kasro tipo mambaga. Waardoor het blijft. Je moet kijken bij een ouder gezin. Ik kan tikken, ik kan tikken de matifi de luke van je klop. Je ma wan de wan ima beweri as en ipa gwe. Da je luka grandma fi. Oh ja wakti, da pa grandpa mi ben de ano de. Je grandma beweri fa man as en gwe. Dat je gewoon horen varen. Je overgramma beweert van me als een is een lijn situatie. Het is een heel mooi ding die we een keertje bij vader nog hebben behandeld. Om te kijken naar lijnen, familielijnen. Wat nu met je gebeurt, nou in een lijn, dus in broken. Anders heb je zei, heb je wat, heb je gezegd, en wij zeggen als gelovigen, ik ben een geestelijke leider, zijn broken, maar even je een sabgado. Dat je ta in alleen. En het is vreselijk om te kijken dat alle lazy, alle dem chief, je kunt de dochter zien. Ik heb laatst iemand thuis gehad, waar meisje bij kostuku nood, waar bij abnood hij kon. Alla ching, alla sa, abdrip ching, maar de naam man. En alle malakisipchi dan gaan verschillende man. Dan moet je naar boven gaan om te kijken, van waka, amma kande, abtoepchi, abdripchi dan gaan verschillende man. En zo gaat het door. Is een leesaka in broken. En dat moet je moet hulp zoeken daarvoor, want het systeem herhaalt zich. Laten we naar de telefoon gaan, Carlos. Even kijken wie belt. Goedemorgen. Oh, deze is weg, jammer. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Tente. Tente, je hebt wel een reactie of een vraag die mevrouw Hart? Ik wil mevrouw van haar. Wauw. Mevrouw die zie. Dus in de zak. Van borstbeeld naar Sari. Ik hoop dat we kunnen naar een snap dadelijk. Hoe ik haar initiatief. Hoe met een standbeeld van vrouw die zie. Want nog haar. Ik heb geen woorden genoeg voor u. Als vrouw. U bent een. Bent een duizend voet, mevrouw Hart. Right, dat aan de kant zetten. Dat aan de kant hebben gezet. Alvast bedankt daarvoor. Mevrouw Hart, weet u wat u ook moet doen bij deze vaderdag of en daarop volgende vaderdagen? We moeten die vader zo'n beetje hun verantwoordelijkheid laten dragen. Want die verantwoording. Als vader laten vele vaders neerzetten als vijand. Want je vraagt je eigen af, waarom vlucht die vluchten? Uitzonderingen de heren, mevrouw Hart. Uitzonderingen de heren. We associëren alle mannen aan het. Maar er zijn vele vaders die hun verantwoordelijkheid echt laten liggen. En dat moet verteld worden. Dus mevrouw Hart, die je de pakket aan de panoos aankom, die aanstaande van hun vader. Leg aan nadruk, aan verantwoording, moet er met kwam zien dat de zorgen
want er zijn verschrikkelijk veel die onderscheid in dan als Renan. Met een pa, een loon die de verantwoordelijkheid. Dus mevrouw Hart, doe gewoon facie voor me. Amen. Oké, meneer, ik weet niet wat uw naam is, maar dank u wel. Fente. Abou Fente Arki. Het is juist dat een pot den titel, kan je ook nog herhalen, den titels, den thema's. Allemaal ik over verantwoordelijkheid. Omdat ook de inheemse dorpen hebben een probleem. De eerste trainer ontdekt over tek verantwoord toe aan no makriki. Maar amoe een roko. Dus we gaan op die verantwoordelijkheid. Die dames wilden respect. Maar deze mensen, die mannen wilden verantwoordelijkheid. Dus we hebben het zodanig gedaan. Voor een verantwoordelijkheid voor nadrukking. If you not take your verantwoordelijk, dat maakt aan je gobo in Suriname. If de man betek verantwoordelijk voor luku alapchin, weet je hoeveel ongelukkige kinderen in Suriname wonen, zijn. Omdat, wat mannen kan kweken wat chin. Je hebt een vader, voor stabiliteit heb je een vader en een moeder nodig. En nou een mouwa in lukapchin. In een situatie, een economische situatie zou die nou nou. Dat ma daar roko, dat baka nega roko, baka. Iedereen kan zomaar seksueel misbruiken, gebruik aan drugs. En de Tori die ziet dus, afverantwoord toe dat met dat je was, don't take aan je oma of aan je man, van wat dwing, met dat in verleden ba, die niet bij kwekiko, na brede na ga botero minyan, tem kom bigi. Want amoni no bede, maar min matak be luku mipche met ta oso, mi pau wan be goroko. No, we no man doen zo. Bas, om de koormoeders zou worden, dan ik arregeren en bijna moe kreeg. Maar zijn er meer zaken die in place moeten zijn? Want je hebt ook wel mensen die zeggen van, is absent, kan je dan maar beginnen doen in het buitenland? Je met kwam op zing, je zorging. Als je nog zorging, je was straf of de moe kotjumoni of minus absent. Want je hebt wel, maar mevrouw Hart zei, ik heb chillen en rechts. Maar in een weekend, mij die in show en money pull-up. Maar baby pak neerbij. Maar dat is 100%. Misschien moet deze regering, als het zo lukt, om zoiets op te zetten, zo geweldig zijn. Karel Breveld zei het mooi. Er moet een ministerie van gezin komen. Kom focus op een gezin. Want meneer de president en de vicepresident, die mij focus op de bigisani. Er kon erin zitten, olie, alles wat zani. Maar niet dat ik me vier dat te denken, was het dat toch niet dat je? Een heer onder zeebroken. Dat je moet gelijktijdig de jeugd aanpakken, het gezin aanpakken. Amoni no de, is dat wel mis mee belt, dat mevrouw Hart. Vroeger ook bij je pakket, ook dat de mannen die moren toe. Dus, want dan moet zetten. Want, if je luku alleen een tapzee, in je luku de gezin, a toekomst no waka. Ja. Meneer Guido, iedereen eens? Ja, helemaal. Wat ik ook bij wil zeggen, zo is naar hier, die we kost de man. Want, aan de allemaal na money pull-up. Het is nou net enkele die dat doen. We moeten dat van beide kanten kijken. Want het is allemaal long way, maar niet long way zomaar. Zo van veel long way zomaar. Want meestal, Arki, want meestal wil ik een gedrag van mannen op het moment dat het allemaal long way. Snap je? Maar we moeten ook even kijken. Is allemaal long way? Hoe komt het dat hij wegrent? Ja. En als je die vraag stelt, dan heb je wel een soort antwoord. Ik vind dat ook afro, ik weet allemaal idee. Eerde afrof en tak, ja, je moet thuis bij me blijven. Maar die man wil niet thuis blijven. Maar luku, ja, een situatie, toen luku, mij bijvoorbeeld. Mijn dag aan mijn boy mamoro. Omstandigheden, situatie. Mies in longwe. Of igwe om gewoon, het lukt er niet meer. Jong tan zorgu, jong ching. Inaf, dat is speciaal voor een zorgu. Mies, jang afrof en de moro. Goeie afspraken maken, dat ik luku, weekends is het kind bij mij. Of omgekeerd, of luku. Volgens mij longkond, ja. Mijn pot mijn boy score, alamanting. Alamante met pot miboya scoren bijvoorbeeld, in wagiwe op gesprekken, isabi, bagar met ons, de massa staat misabi dus. Maar dat is ook een aspect, want mannen zijn er inderdaad vaak niet in huis, maar je hoeft niet altijd in huis te zijn om de moeder of de vrouw bij te staan in de opvoeding. Je kan ook in die situatie, en mevrouw Hart mag misschien straks ook even reageren, je kwijten van die zekere vaderrol of de rol van man. Want moet hij dus. Het is zo mooi om te zien, dus volgens mij, abo heeft me soms één tak boy. Maar zei de mama en papa nog demoren, want het kan wel in die situatie, maar dan moeten beide mensen wel, want dat naast dan ook toe. Soms is man neemt verstaande in zijn review, of de nodde, maar ja, roesu die naast aan eten, of moeder pest vader met kind, je mag kind niet zien, allerlei soort zaken. Het play wel ook toe. Maar daarover zou ik net praten. Want soms zeggen van tak boy, amane teke verantwoord te voor zorgen op je. Maar moet je ook kijken, die man zou misschien willen
zeg je dat kan kind zorgen dat put money ga gap ching maar zo is het dat voor dat ino mag shop kind zelf ze dat dat ja als man in dat boy min mag look up ching dat min ook nog als sincere snap je wat maar als Victoria kijk training is een makkelijk ding is een machtig ding als je kan trainen ik was trainer erin en ik zei niet aan de ajari per me door 70 jaar mijn wel kon niet eens doen maar ik wil trainen maar mijn opos me ai met dat meneer om een enig duw af uur komt die een programma dat je train want zei oma's man sabi het kind is de helft van de vader de helft van de moeder nou in hoor me kapje ze een pa je horen ja man, in je horen ja man, want je hebt die man in je huis. Want abtje is vertegenwoordigd de hele papa. Dus amore je rakata papa, amore je beschadigd je Egyptje. Want dat kind verlangt naar zijn vader. En you know je horen ja man, en je beschadigd je Egyptje. En je hebt dat je karu was, je rakata, je no sabi. Dus die moeder denkt dat ze geweldig is, ze horen ja man. Terwijl innerlijk papje is beschadigd. En in een horen je nou man, want je hebt die man in je huis. Want na jou abeng, dus dat ding je zo. Kom maar naar de telefoon, Bakker. Laten we kijken wie er belt. Goedemorgen, met wie spreken wij? Hallo? Hallo? Ja. Goedemorgen, met wie spreek ik? Goed, met u. Goed, goed, met wie? Frans Kriana. Mensen, heeft u een vraag voor mevrouw Emmy? Ja, hoe gaat het met u? Goed, goed, goed. U mag een vraag stellen aan mevrouw Emmy Hart. Ik ik ben blij dat ik mevrouw Hart aan in de studio van u is. Amy Hart, zegt u, Ewald van de Maristraat is nu aan de telefoon. Ze luistert niet, ze luistert niet. Ze luistert niet. Ik luister, ik luister. Wat is uw vraag? Mooi hoor, dank je. Nee, maar mevrouw Amy, je praat met Ewald. Ah, die heren. Van Frans Guyana. Mooi, mooi, mooi. Jongen, luister, ik ben niet vergeten hoor, ik ben niet vergeten. Maar ik ben mijn enige, ik ken mijn stem, maar ik ken me niet persoonlijk. Want ik denk dat het ene van de Quatalag was. Ik ken de ene van Rosalina Straat, toch? Ja, maar we letten op de tijd. We moeten op de tijd letten dus. Stel een vraag, dan wordt dat kantoor niet dat we het er alleen zien. Mevrouw Amy, ik kom jullie, ik ben niet vergeten hoor. Ik heb spullen voor u, hoor. Dankjewel. Oké. Oké, ik wil even wat zeggen. Ik heb bij de vorige vaderdag hebben we een boekje geschreven. Met tips voor mannen. Mm-hmm. En die man die me loopt, dat daar ook een boekje naar Pimotjaring. En ik ga een van ze lezen. Een van de tips. Mm-hmm. Want Karel Brief heeft een stuk, even als mij ben ik gaat tegen me. Karel Brief heeft een stuk, Harry Mongra heeft geschreven, mevrouw Becker heeft erin geschreven. Maar nu heb je tips. Mannen. Nooit je vrouw als kind behandelen. Doen alsof je weet wat goed voor haar is. Zij zal buiten de relatie naar de ware partner gaan zoeken. Want je vrouw aan je king. Je vrouw naar je gelijkwaardige. En vele mannen maken die fout om die vrouw, ook het omgekeerde, te behandelen als kind. En als je een man als kind behandelt, gaat hij weglopen. Een man wil zijn waardigheid als man houden. En dat ik, ik zou beter mijn bouw aan Brada. Aan Brada, ik ben een tweeling hoor. En mijn tweeling Brada. Ik zou beter dat ik wat is aan mijn kop. Brak! Ik zou zeggen, je bent een broer, je bent een man. En dat ik mijn was de schutter. Ik zou zeggen, mijn was de schutter. Maar op twee boy van vrouw. En mag ik weer dit today. Laten we even de telefoon pakken. Goedemorgen, met wie spreken wij? Hallo? Hallo, goedemorgen. Met wie spreek ik? Dat is mevrouw Jacqueline Godfried. Dank goedemorgen. Mevrouw. Heeft u ja, vragen, goedemorgen. Mevrouw? Mag ik u vragen? Ja, eigenlijk niet direct een vraag, maar iets wat ik wil zeggen. Kort. Ten aanzien van dat van de mannen, hè. Laat me zeggen, kom dat eens op. Ik kom zelf ook uit een opvoeding met huiselijk geweld. Dat is één. Altijd niet bij dat ik kom maar wat ik heb gezien wat ik hoe samen ik ben met mij. Maar aan de andere kant, die zie ik ook toe, die niet komt uit bekering, er zit meer achter. Dus ik weet niet, too boy. En altijd niet bij leren, mijn zoon, dat ik zie wat ik heb op straat. Er zijn geen, je begrijpt wat ik bedoel, toch? Mm-hmm. Ik tref een man, jij is een vrouw, jij gaat door een rang in al die. Wat moet je niet, kijk naar een man's korrupt. Wel, mi, haren niet vrij. En dan een meisje, mi, haren niet vrij. Ach, nee, ze direct. Hij liep dan, later had ik een vrouw. Hij zei, nou, vrouw, maar meisje, later had ik een vrouw.
Amen. Facebook kenanga dame, kenanga diefste de elite, kenanga vrouw. Amen. Mooi hoor, mooi, mooi, mooi. Ja. Dat is het. Dit ligt aan de opvoeding. Van je kweekje je boy. Mijn tijdje afzien dat ik het niet zet, want ik nam voor de roe weet ik je schoonhoofd te vinden en je ouders te vinden. En ik ga naar de politie jou aanklagen tegen mijn zoon voor seksueel molest. Mooie opmerking. Mijn zoon ging niet meer naar school. En mijn tijdje dat je vindt van hij is je vriend. Maar hij is mijn zoon en hij is een leegloper. Wat doe jij met een leegloper? Wanneer je zwanger wordt en je ouders wil je niet meer hebben. Wat denk je dat je gaat? Hier, presto ja. Ze zijn direct genezen. En weet je wat het ook is? Echt, het ligt aan de opvoeding. Tot de dag van vandaag, ik ben zo goed dat ik bijna 49 van mijn jaren is goed dat ik. Nooit van die aboe actie niet dat mama, er kwam een meisje hier, wat hebt u met dat meisje gedaan? Maar tegenwoordig heb je tijd dat ik niet nog wanneer een aboe of niet nog wanneer een meisje. Het kan dat zo begin tegen. Maar in elk geval, weet je wat ik ook mis? Weet je, weet je. Ten aanzien van dat van de school, hè, competitie. Schoolquizjes. Dat is het. Ja, ook dat die dingen dan weer terugkomen. Dat was een hele sterke insteek van u. Bedankt voor uw bijdrage. Blijft u ons volgen, blijft u luisteren. Jawel. Goedemorgen. Doei. Mevrouw Haar. Heel mooi wat die mevrouw zegt. Die opvoeding is belangrijk, maar ze moet rekening houden met puberteit. Nou, dan schrijf ik een artikel op elkaar. Ik heb een artikel mee. God, ik word er doodziek van. Het is puberteit, je nam af, hoor je op tien. Als je op tien hebt begrepen, je niet begrepen op tien. Dat je went you up. Wat? Zij is heel erg belangrijk. Als je praat, zeg mama, mama, je doet ouderwets. Maar ik hoop bijna aan voor vaders bekend, dat we ja. Dalen af. Oké. Ik is het, tip is, het, is het nu ook zo dat ook toe dat het pade belangrijk, want de een ouder gezinnen, nou maar wij hebben die langer in puberteit. Moeten vaders gaan beseffen dat ook met name in de puberteitfase den de van hoe voel je vorm op want aan de wang makkelijk zijn. All the way, want pa moest komen besef. Dus eigenlijk waarom die vrouwen werken we met mannen? We hebben ook een vrouw. Maar we willen het besef brengen dat de man, de pa, eigenlijk een last depressie. Want doordat de net ik depressie, wanneer je rol niet oppakt, zijn er genoeg anderen die het oppakken. Doordat de net ik de rol, de oma's maar ik een dubbele rol. En zo zij worden weggedrukt. Vaders moeten hun plek innemen. Willen we gezonde kinderen, een gezonde Suriname. Kinderen hebben nodig een vader en een moeder voor stabiliteit. En alleen zijn in de puberteit tussen 12 en 18 jaar, zei Psano nooit aan de radio. Gelukkig in de gezinnen, vaak doen een rol voor vader plus moeder. Die kinderen moeten weten dat er een vader is, want dan mannen maar worden de appij jongen. Hé, wat gebeurt daar? Maar nou, dat was maar een paar jaar, mijn wijk had een nekje thee. Dus ik zeg één ding, laten we gaan naar, de president heeft het mooi gezegd in zijn beginreden. Sterke gezinnen. Maar een sterke gezin is een man en een vrouw en kinderen. Ja. En hoe zou je zien, Serna? Alleen een vrouw is een ploeter, en nog olie op. En dan maak je ze schrijven. Gili. Nee, daar heb je de vader heel hard nodig. In feite vanaf het begin, vanaf de geboorte heb je de vader nodig. Maar de puberteit, daar heb je de vader het hardst nodig. Omdat, zoals mevrouw het zegt, puberteit, zoals een man begrijpt, dat je. En wij denken dat we vaak de kinderen begrijpen. En mijn moeder zegt steeds van, ja, ik begrijp mijn kinderen. Atien die bij Moro jongen toen ik 16, 15 jaar had. Maar hoe moet dat me nooit begrijpen? Want die ben verliefd op mijn ching en op ching broek om mijn ati. Maar zijn moeder niet daarvoor om het te zeggen van zoon, mijn zoon, mijn lieve zoon, dat ding is normaal. En zo is maar zo breed, het leven gaat door. Het is gewoon iets waarmee je... Je doet er zelf mee. Ja, op jouw manier. Inderdaad. En dat heb ik dan niet gehad. En ik had ook geen vader daar zo die mij kon zeggen van zoontje, op ching tori dat bij man. Snap je? En nu bij de puberteit heb je als vader, hoe zeg je het, de vader is daar heel hard nodig. De vader moet daar kunnen corrigeren. Die abtjing, ik wil fout, moet je het kunnen corrigeren. Want elk gedrag, elk fout gedrag is aangeleerd. Het maakt nog niet uit of je thuis hebt geleerd of daarbuiten. Je leert het. En if een gedrag dat nog niet gewenst, moet je als vader kunnen optreden en kunnen corrigeren. Vaak genoeg, de ma, nou de gewassen tegen Abtje. Opgewassen. En als vader
je nakke zachtdrager. En als je denkt op je tak stop, op je mens stop. Ik zit ook bij mijn klein meisje, te amma, en maar op je meisje of mij. Op je laf, amma. Maar wanneer ik nu kom, ik zeg stop bij mij. En stop ze gelijk. Maar je die andersom ook toe. En soms op je sap faf bespeel mama naar papa. Dat is afdien tjuri. Voor dit moet ik naar mama. En voor dit zin om in afga mama, zelfs even naar papa. Maar elk kind weet ook tatoeage kunnen gaan. Ja, ja, ja. En als vader weet je dat ook. En als vader, wanneer je zegt stop, dan is het stoppen. En je moet dan steeds gaan corrigeren. En corrigeren. En dan corrigeren wang. Je gaat ook corrigeren en daarna leg je ook uit hoe het komt of waarom je het in feite corrigeert. Waarom het gedrag in feite niet te wensen is. Dus ondanks hoe doen we hier Ayuru Soutou. Koe we nog een laatste beller. Zo snel. Ayuru, goed snel. Hallo, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, tot Rita weer. Rita, hoe niet even kijken, want er is gewoon gereden, maar zeg het snel. Nee, omdat die andere telefoon check deed. Oh. Mevrouw Haas, jullie praten over die vaders die niet zo willen zijn die kinderen te verzorgen, toch? Ja. Ik ga maar daar nu even zakken. Ja. Want anders hoor ik alleen maar radio. Ja. Mm-hmm. Het is namelijk zo, Suriname heeft een wet dat die moeder eigenlijk moedervoogd is van die kinderen. Ook zie je soms dat die moeder krom gaat, je belandt bij die instantie met een sakara-ding, want het is een recentelijk ding wat ik mee heb gemaakt. Ik heb kinderen vanaf 8 maanden opgevoed tot 15 jaar. Plotseling, er is huiselijk geweld daar. Maar die mensen van het bureau zeggen gewoon, keihard, zijn moeder volgt dat het is haar kind. Maar die kinderen willen niet gaan, maar toch moesten die kinderen gaan. Nu zitten ze in dat huiselijk geweld. Als bijvoorbeeld die vader die zorg op zich wil nemen, zeggen ze gewoon aan die vader van, die moeder is voogdes. Dan hoe willen die vaders dan hun kinderen niet verzorgen op dat gebied? Mm-hmm. Daarmee zit ik dwaas, dat zit me dwaas. Hoeveel hard gaat reageren hierop? Wat zegt u? Hoeveel hard gaat erop in? Ja, dus ik zeg één ding, er is veel huiselijk geweld bij mannen, maar die mannen staan niet sterk. Blijf luisteren. Dankjewel, blijf luisteren. Dankjewel voor die insteek. Ik heb ook mannen gehad thuis bij mij die helemaal thuis zijn gekomen dat wanneer ze hun beklag doen, je gaat gewoon zeggen bij familierechtelijke zaken, dat ze niet voor serieus worden aangezien. En ik zie die haat, ik zie de teleurstelling dat men de mannen niet serieus neemt. En dat moet, corrigeer me, pardon, want ik weet dat mensen luisteren. Die mannen krijgen het gevoel dat ze niet serieus genomen worden. En ik denk dat we daaraan iets moeten doen, wat wanneer een man een klacht indient om te gaan zeggen, ik wil mijn kind zien of dat, dat men serieus naar de zaak kijkt. Want ik heb veel mannen gehad die dat mensen niet serieus neemt. Terwijl er heel veel vrouwen zijn die misbruik maken van hun machtspositie als moeder, zodat ze die mannen wegdrukken. Dus ik wil toch de instanties vragen om, wat mannen betreft, eigenlijk moeten de mannen opkomen, maar deze mannen zijn enkelingen. Ik denk dat jullie, er is mamietman, dat jullie samen moeten gaan kijken, programma's moeten ontwikkelen waar mannen moeten opkomen, want ik weet uit mijn ervaring dat vrouwen lastig kunnen doen. Maar nu is het ook zo, mevrouw Hart, want je hebt ook situaties dat een man is zwanger van vrouw, amai longwe, wajari, tujari, driari, foyari, vijfjari, sixjari, kande tiari, laat niets horen, noem maar op. Maar dan, baka 12 jari, amai komt dat 1 keer. Maar, een vrouw waarschijnlijk, sabi wan wel te kamande, kweki wan soort, moet muur als het ware. Krijgt u ook die situaties, en kunt u dan zowel de vrouw als de man begrijpen? Want, if jullie ba vrouw nek dan aan dweri, in oluku, jarenlang, absa, vrouw, dan kan stel, ik vraag zo'n vrouw. Ook dat orders nodig bij Jola en Jola dat Iwan kon gewoon zonder slag of stoot naar inzien. Heeft u ook die specifieke situaties meegemaakt? Natuurlijk. Het gaat om binding. Hè? Binding wil zeggen dat je krijgt een kind met iemand. Je hebt een seksuele binding. En eigenlijk Italiana Tracy. En het kind wordt geboren, zijn biologische binding. En in ons in het begin, Jola Luko Jopjing. Je vader, a binding naar die vader blijft en die binding naar die moeder blijft. Dus kan je ons dat pakken jari, maar zo zijn die in jou of napje, a petansuko, en prikkel, wie zijn die ping? Ik zeg maar, je vader is in de gevangenis, maar is mijn vader. Maar zo dat pakken
kroenepa, als mama simpa. Dus door die binding ga je altijd, moeders klagen altijd, in een zorgapje dan ook, dat je komt, dat je komt, ja. Het gaat altijd gebeuren, omdat het binding is zo goed dat een harie kon. En jullie ma moest begrijpen. En waarom zou je niet vergeven? Wat is de, het moeilijkste wat kan gebeuren in, je weer, in de wereld? Mensen kunnen elkaar niet vergeven. Ja. Bijvoorbeeld wat is dat die? Vergeven wil zeggen een innerlijke schoonmaakactie. Je doet het niet voor die andere van Mansa Ferio. Je doet in die gemoedsrust. Want als je Abba had, dan is het. Je ziek. Je ziet wel als mijn ziek na de Ati en de Asani. Jorop Sabaka, mevrouw Hart. Ik heb zo'n woord. 19e vaderdag, hè? Komende week, ik ga het schema bekijken, mevrouw Hart. Gaan we nog 2 dagen hier aan besteden. Dan gaan we 2 thema's uitpakken. Asani is nog een thema. Vaders die er wel willen zijn. Weggerend zijn. Of ja, niet, ja, omstandigheden kan de 3 bedenken moet op. Ik kom bakken. Want ik ken een aantal van dit soort gevallen. Pia Lukutak Boy. Hoe ga je hiermee om? Aan de ene kant. Afro vind ik als zorg dat je 15 jaar niet. Ja, hoe was hij tegen? Je vader is dood. Ja, ik ken ze ook. Bijvoorbeeld, ja. Maar het zijn dingen die voorkomen en we praten er misschien ook te weinig over. Want dan komt die man nu en kan dat zijn, dan raar man kan dat maar juist vier. Amai, shit, dat ik 15 jaar lang aan mijn pleeg wat inhaalslag. Maar nu, amai, toen had een paar vrouwen zei van, sorry. Maar is toch begrijpelijk? Ja, het is wel begrijpelijk. Maar je moet dat leren. Maar goed, en daarom is het begrijpelijk is van beide kanten eigenlijk. Ja. Dat je moest maar vinden, wat middenweg dat zo. Ja. Maar van jou, tjara vrouw, dat ik luku. En aan de andere kant, maar ik kan begrijpen, zei dat vrouw even, dus het is wel iets dat bespreekbaar moet worden. Maar ik wil 1 les meegeven, wanneer we trainingen geven, de eerste zin is, nooit doet dat waarom. Waarom is dreigend? Zeg, hoe komt het? Komt het. Dus alles moet ons doen. Even is door in die relatie zonder een man, zonder een man, alles wat zijn niet, dan stel je alleen deze vraag, hoe komt het dat? Mm-hmm. Hoe komt het dat? Dat je ziet dat achter elk gedrag is er iets anders. Wat is het gedrag achter het gedrag? En het zou mooi zijn als we die vraag kunnen stellen. Hoe komt het dat het zo ver heeft kunnen komen? Maar ook bij jou voor vaderdag, ik was maar wat doneer, want toen Abba Moni van Oudo. Geef even de rekeningnummers door mevrouw Hart, ja. Want de donatie van Oudo natuurlijk, kunnen we daarmee afsluiten. Want het gaat om dus de vaderdagactiviteit van Rumas op 18 juni, dat is zaterdag. Zaterdag aanstaande. Oud Amoni no Dorete, heren, dames. Aan aanstaande mevrouw Hart. Nou, trouwikie toch? Trouwikie 18. We beginnen naar kerkje, de begin, maar we geestelijke leiders met begin. Taki ons megado meru ati, voor je primas, nanga wapchimoni, voor u hoor, u mek 100 vaders bewust van die opvoeding, van die relatie met hun vrouw. Het rekeningnummer bij de DSB is 24-73-704. Nog een keer. 24-73-704 bij DSB. Maar even in Afoespan. Zijn we Epco of Kade Boerbuiten vlak voor in eerste drempel links. Dat je karnumas, dat je tjawam tjimoni djono. Ano djimi na voor jepi papa's. Voor kon kies den schrijfie. Rumas, top niet, het is een uitdaging. We hebben gezien, precair of geen precair. Ons zanden we Godoro, omdat we bribi, dat gade o jepuno. Voor mek 100 mannen bewust. En deze mannen, 100 mannen, we maken weer andere bewust. Daarom ik we begi, dat die a donatie. Ons zijn in juno, want we hebben aardig wat geld nodig. Met ook een grantang. Meneer Gilio, ITK, ITK, boek je wanneer is wel een tekstkennis, maar ik afsluiting? Ja, inderdaad. Toen ik 25 jaar was, die bij de Rumas pas dan schreef mocht de gimmickpa. En dat wil ik dan voordragen hier bij de studio voor alle papa's. En dit is nou een sanipe, is wel een emotioneel gedicht. En ja, wat pas aan bij de gimmick nooit. En we pas aan bij missie. En ik roep de vaders op die zijn geen tijd hebben gemaakt voor hun kinderen, voor Arka gedicht, ja. En ik hoop bij harte dat deze gedicht jullie mogen raken. Papa. Hey, Chago. Yes. Papa, we love you. Pe you bende, din be abi you fanoudu. Papa, you sabi dati mi abi you fanoudu. Pe you bende, fu ye pe mi. Din mi be abi mi problema. Pe you bende, papa. Tenang adi futide. Mi no mabakrep yu ete.
Give me pardon, papa. If you bendu you wasani. Wasani sa you no be lobby. Me ask you. Me beg you, papa. Give me a lobby sa mi ben missi. A lobby sa ben missi sote in mi libi. Since mi bende wap chimboy. No iti ete mi fira lobby fu wan papa. Wan papa di musu barasa mi. Wan papa di musu tak nangami. Wan papa di musu lobby emboy. Oten papa. Omoro papa. You sabi dati wa ma piki aben papa fanu du tok papa. Dati sabi tok papa. Mino ma skrifi ta papira fa mi emis yu lobby papa. Mino ap wortu moro futaki nanga yu papa. Alte chu aben druk nanga di aktiviteito for you. Sa ede yu no ma libide na wansi. Fu yu jimi a lobby sa mi ap fanu du papa. Papa, me ewinsi ta chu ben kandena mi sei. Fu jimi wan brasa. Fu lobby mi papa, mi no abi furu fanudu. So you lobby jimi, papa, so you lobby wansari. You lobby no mo, papa, sa make me heri libi opo. Lek fu apchi planchi egoro kombigi, e jimoi bromchi. Papa, na so mi lobby you. Mi lobby you papa, you lobby man pichi. Thank you, krachtig gedicht. Heel krachtig, en het zal ongetwijfeld een heleboel papas aan het denken zetten. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Nou, wat we gaan doen, mevrouw Hart, we gaan de komende dagen even afstemmen. Dan gaan we komende week nog twee van deze afleveringen besteden aan de papa's. In aanloop naar 18 juni toe. En dan kunnen we misschien specifieke thema's uitkiezen. Of misschien nog een van de mannen van Rumas erbij halen. Bijvoorbeeld dus ook aan Gewan Trawending. Om het dus ook aangenaam, leerrijk en educatief te houden. Prima. Nou, dan prima. Dan gaan we afsluiten, mevrouw Hart. Ja. Dan we laatst net dat je kort... Nee, Miwan, dat je grantangi. Ik ben blij dat je het initiatief wil nemen. We hebben 12 trainers in Rumas, dus Moluku Suma is pas het best. Okay. Dan we kunnen eten van Toesma. Okay. En dan bekijken we het van een paar kanten uit, alleen om tools te geven. Grantangi. Nee, prima. We gaan afsluiten, we zijn over tijd, onze verontschuldigingen daarvoor. Maar het was de moeite waard. Goedemorgen.